Ik ben Marit Rovers en ik studeer gezondheidswetenschappen. Bij gezondheidswetenschappen studeer je de organisatie achter de zorg. Je bent niet de arts aan het bed van de patiënt, maar degene die de organisatie daarachter regelt. Dus je bent de zorgverbeteraar. Gezondheidswetenschappen hier in Twente is gericht op 3 pijlers. Beleid en management, biomedisch en technologie. Ik heb voor gezondheidswetenschap gekozen omdat ik heel erg affiniteit heb met de zorg. Maar dat ik niet mezelf geschikt genoeg vond om echt een patiënt te gaan opereren. Daarbij hield ik heel erg van biologie, maar ook heel erg van de economische vakken. Dus was gezondheidswetenschappen precies de opleiding voor mij. Ik denk dat het gekomen is, ik heb ooit een ontsteking gehad aan mijn hiel. Uiteindelijk hebben ze me pas in het ziekenhuis kunnen helpen. En toen was ik zo boos eigenlijk over hoe dat proces ging, dat dat ook voor mij gezorgd heeft dat ik dat wil optimaliseren. Spoedeisende hulp, OK-holding, operatiekamer, recovery, verpleegafdeling, huis. Het lijntje is heel kort. Je kunt zo bij een docent aanlopen naar het college om nog eens te vragen of dat ene onderdeel van het college nog een keertje wil uitleggen. Een voorbeeld van een project is dat aan ons werd gevraagd of 18 OK's voor een ziekenhuis voldoende zijn. Of dat er meer moesten zijn of minder en hoe deze OK's dan in te plannen. Mijn touch is het optimaliseren van de zorg. Ben jij nieuwsgierig naar processen achter de zorg en wil je die verbeteren? Kom dan eens kijken bij de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente.